Bijzondere Afro-Surinamers moeten de nodige bekendheid krijgen. Dit was de rode draad vandaag bij de conferentie over succesvolle Afro-Surinamers op de gebieden wetenschap, kunst en cultuur, politiek, samenleving en religie binnen en buiten Suriname. De conferentie gehouden in het IGSR-gebouw is een van de ingediende projecten bij de Nationale Commissie Jubileumjaren in verband met de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij. Johan Rozer, voorzitter van de subcommissie Kittikotti van de Nationale Commissie Jubileumjaren 2023, benadrukte dat er Surinamers zijn die heel veel hebben gedaan. Hij voegt eraan toe dat ook veel is geschreven over deze Surinamers, echter niet voldoende. Of een manier waarop we kunnen zeggen dat die voor de hand is. Dat je op elk gewenst moment, zonder een onderzoeksinstelling aan te nemen, dat je die informatie ter beschikking krijgt. En daarom willen we dus met dit project in ieder geval een aanzet geven tot het beter doen documenteren van Surinamers die op bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd aan de identiteitsvorming van ons allen, in het bijzonder Afro-Surinamers, maar die ook op de genoemde gebieden zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Rozer zegt ook dat de uitloper van deze conferentie is om kritisch te kijken naar hoe de mensen vanaf de slavenperiode zijn neergezet in documentatie. Het doel is ook om na te gaan hoe deze mensen relevant gemaakt kunnen worden als personen die een voorbeeld mogen zijn voor jongeren in Suriname. Rozer merkt een grote lacune bij jongeren als het gaat om basiskennis over de geschiedenis. Dan heb ik het bijvoorbeeld over wat is Kittikotti. En dat kwam heel erg moeizaam eruit. Wat is opvoeding? Dat kwam ook heel erg moeizaam eruit. Misschien niet dat de kinderen het moeten definiëren, maar dat ze tenminste dat zouden kunnen omschrijven. En dat geldt dus ook voor de geschiedenis van Suriname. Natuurlijk zijn er mensen die heel hard werken aan het onderzoek en publicaties, aan het houden van conferenties, het houden van lezingen, om bekendheid te geven aan wat die mensen gedaan hebben. Maar naar ons idee zal dat veel structureler moeten zijn en dat er veel meer overleg hierover zal moeten plaatsvinden. En dat wat ons betreft wij in ieder geval willen bijdragen aan het goed neerzetten van de grootste Surinamers. De conferentie over succesvolle Afro-Surinamers is het laatste project in het kader van de herdenking van 160 jaar afschaffing van de slavernij.